Een hele goede middag. Ja, ja, jullie zien. Ja, ik ben het hoor. Ik ben het Brechtje. Ik ben het hoor. Nee, niet ongerust. Maar ik ga zo even op pad. Ja, want ik ben gevraagd, zeg maar, voor een hele leuke opdracht. Ja, voor drachten in stijl. Ja, dat is 1 oktober. En ik ga even op pad, want ik ga zo meteen even bij wat ondernemers langs. En dan ga ik ze even vragen wat ze op 1 oktober gaan doen. Dus. En nou ja, daar ga ik dan filmpjes van maken. En dan zien jullie die dan weer terug, zeg maar, op de pagina van de Facebookpagina en zo. Van Stijl Drachten op 1 oktober. Ja, komt zeg maar weer een hele rode loper, hè, door de stad heen. Vorig jaar was dat zeg maar heel prachtig in Drachten. Maar van het jaar her is het dus Stijl Drachten. En dat past ook gewoon mooi bij het thema van onze gemeente van dit jaar. Hè. Stijl, zoals, ja, we hebben natuurlijk een very kunstzinnige buurten hier. Ja, en echt op architectuur hoogstandjes en stijl. Dus, neem even de papegaaienbuurt. Ik ga ook in stijl, dus ik heb even een spoelinkje genomen, maar ik vind hem wel een beetje rood uitgevallen. Want de dresscode, ja, de dresscode is rood. Dus dit is ook de fotowedstrijd. Hè, alles wat rood is, daar kun je foto's van maken en daar kun je dan ook weer opsturen, zeg maar, naar de Facebookpagina. Dan kun je een leuke prijs winnen. Dus, nou, ik ga zo op pad en ik moet nog even een rode mail. Dus ik ga even kijken wat ik dan, zeg maar, nu nog in de kast heb. Nou. Ja, die is ook wel leuk. Staat dat? Is dat ook leuk? Is dat ook leuk, rood? Wat heb ik nog meer? Ja? Nee, kijk. Ja, zeker. Dat is ook rood. Als ik het heet krijg, is het ook rood. Nou, wat heb ik nog meer? Een rode riem. Ja, nou, ik heb al even rood op rood op rood op rood. Dus, ik ben erg rood. Ja, daar was die al. Nou ja, wat er dan van overgebleven is. Maar nou mis ik nog... Ja, dat is even heel vervelend. Dus, ja, kijk. Tuurlijk. Die miste ik nog. Vandaag is ook een heel leuk liedje van Marco Rosato. Ja, Marco Rosato zingt dan. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Nou, ik ga op pad. Even geen flauwkul. Dit was even mijn vlog. Ik ga weer lekker opnieuw vloggen. En dit is mijn eerste opdracht. Ik ga filmpjes maken voor Stijl Drachten. 1 oktober. That's it. Nou, tot vlogs.